Goedemorgen, dit is het weerjournaal van Weerplaza.nl. Boven Nederland zien we bewolking liggen van een koufront. Aan de westkant daarvan zien we scherpe opklaringen. En die opklaringen die breiden zich de komende uren steeds verder over het land uit. Vanochtend dus nog wat regen in het oost en zuidoosten van het land. Daarbij ook veel bewolking. Maar vanuit het westen breekt de zon steeds vaker door en gaat ook de temperatuur oplopen. En die komt vanmiddag uit op zo'n 20 tot lokaal 23 graden. Daarbij waait land inwaarts en in meest zwakke tot aan de kust een matige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 2 tot 4. Vanavond zijn er dan brede opklaringen. Landinwaarts komen nog wat wolkenvelden voor, het is overal droog, en de temperatuur die daalt naar zo'n 16 of 17 graden. En morgen dan zien we opnieuw een tweedeling, maar dan andersom. De meeste bewolking in het westen en noordwesten van het land en de meeste zon zien we in het oosten en zuidoosten, de temperaturen iets hoger dan vandaag 21 tot 24 graden. Zondag komt er nog een graadje bij, landinwaarts zomerse temperaturen. En vanaf maandag dan gaat het kwik ietsjes omlaag en neemt ook de kans op een bui toe. Al blijven de temperaturen landinwaarts rond de zomerse waarde van 25 graden schommelen. Mijn naam is Wilfred Jansen voor weerplaza.nl.